Het krijgen van een hulphond is makkelijker gezegd dan gedaan. Shanna, wonend in een zorgflat in Nijmegen, heeft bij haar geboorte een hartstilstand van 14 minuten ervaren, waardoor ze nu cerebrale parese heeft. Deze gebeurtenis betekent het begin van zware gevolgen voor de rest van haar leven. Om meer zelfstandigheid in haar leven terug te krijgen, wil Shanna graag een hulphond. De zorgverzekeraar weigert dit te vergoeden en dus moet Shanna het enorme bedrag van €22.000 zelf maar ophoesten. Hiervoor heeft ze nu hulp gevraagd aan anderen door middel van een crowdfunding. Ik heb cerebrale parese, is een heel moeilijk woord, maar spasmus en ja, je lichaam die gaat hoe ouder je wordt, ja, hoe slechter dat je lichaam functioneert. Shanna's zus kijkt met onvrede op de situatie. Ja, dat is natuurlijk heel schrijnend om te zien, machteloos, want je kunt haar eigenlijk niet helpen. Door middel van deze crowdfunding heb ik het gevoel dat ik toch iets kan betekenen. Ik hoop echt dat die hulphond er komt, waardoor ze wat meer zelfstandigheid terugkrijgt. Hulphond Nederland is hier al geweest. Ze hebben een hele screening gedaan. Ze hebben samen met ons de aanvraag bij de zorgverzekeraar gedaan. En zij zien de meerwaarde duidelijk wel voor Shanna, voor een hulphond. Vandaar dat ze nu ook openstaan om ons daarbij te helpen. Dan kan ik mijn lichaam, hoef ik dan minder te belasten. Hulphond Nederland financiert zelf het overige gedeelte. Zelf moet ze nog een aardig bedrag aanvullen. €22.000. Stichting Hulphond had al aangegeven dat het de eerste keer bijna altijd wel wordt afgewezen. Dus daar hadden we rekening mee gehouden. Alleen bij het bezwaar wat we ingediend hebben, hebben ze het weer afgewezen. De eerste keer omdat ze aangeven dat Shanna een functionele rechterarm heeft. Nou ja, die is in die hoedanigheid functioneel dat die zwaar overbelast is en eigenlijk dus bijna niets meer kan doen op dit moment. En toen gaf ze aan dat het vooruitzicht is dat Shanna achteruit zal gaan, meer aanspraak zal moeten maken op zorg en de hulphond dan helemaal geen meerwaarde zou hebben. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. I Love Nijmegen, die om de zoveel tijd een goed doel steunt, heeft dit keer zijn aandacht gevestigd op de hulphond voor Shanna. Nou, op dit moment zijn we natuurlijk pas net mee gestart. Met iloveNijmegen.nl kiezen we eigenlijk ieder half jaar een nieuw goed doel uit. En toen ving ik op via Deborah het verhaal van Shanna. En dat greep eigenlijk mij en ons gewoon zo erg aan dat we zoiets hadden van ja, weet je, daar moeten we wat mee. Dus wij gaan in ieder geval voor het aankomende half jaar gaan we een gedeelte van onze omzet gaan we doneren aan Shanna. Zodat zij de hulphond rond kan krijgen.